Guru Radevo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Namah Om Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandho Cha Sakha. Dat is het gebed dat vooraf gaat aan de bloemenhulde bij het standbeeld van Bab en Mai aan de Kombiweg. Gisteren was het 144 jaar geleden dat de immigranten uit India voet aan wal hebben gezet in Suriname. Ter herdenking hiervan zijn de beelden met mala's omhangen. De contractarbeiders die op 5 juni 1873 in Suriname arriveerden, besloten na hun contract in Suriname te blijven. Ze hebben een lange en moeizame ontwikkeling meegemaakt tot volwaardige staatsburgers. Vice-president Ashwin Adin riep op tot koestering van deze dag en gaf aan dat zijn voorouders naar Suriname waren afgereisd voor een beter bestaan. Met de moeite die ze getrotseerd hebben om de reis te overbruggen. We hebben nog een hele reis te gaan met de natie. En die uitdagingen zullen ons zeker ook allemaal veel meer sterken in onze psyche. Als collectieve weten in een plurale natie zullen de koesteren al de collectieve erfgoedgedachten en normen en waarden die we hebben meegenomen. En dat sterkt ons, want ik zeg altijd, onze Surinaamse identiteit is onze pluraliteit. En we mogen vandaag weer zo een dag gedenken en onszelf sterken voor de toekomst en wat ons allemaal tegemoet mag komen. Om te gaan naar een bestemming onbekend. Ze wisten niet waar ze heen gingen, ze zijn gekomen, ze zijn gebleven en wij zijn er vandaag. Laten we ze eren. Ambassadeur Henk Herrenberg, die ook aanwezig was bij de bloemenhulde bij het beeld van Bab en Mai. Dit monument is het symbool van de Hindoestaanse immigratie in Suriname. Hierna werd onder begeleiding van Chautal-muziek gelopen naar het standbeeld van Mama Sranang. Ook dit beeld dat de multiculturele Surinaamse samenleving symboliseert, is met mala's omhangen. VP Adin gaf aan dat om het echte Surinaamse gevoel te verdiepen, wij terug moeten gaan in onze geschiedenis. Onze geschiedenis begint niet in 1975. Als natie, misschien als democratie ontwikkelen wel, maar wij gaan terug duizenden jaren, terug van wanneer de migratie zelfs van de inheemse plaatsgevonden hebben. Tot de komst van de mensen uit Afrika, uit Java, uit India, van allerlei plaatsen. En we hebben een rijke geschiedenis. Wij moeten de helden, de geschiedsvertellingen allemaal weer opzoeken om uiteindelijk een zekere trots, dat we de wortel noemen. De wortels en van de geschiedenis van onze historie zijn heel belangrijk om uiteindelijk te bewerkstelligen dat wij een zekere trots kunnen bouwen. En dat is basis van nationalisme. Je moet de geschiedenis hebben. De VP vindt het jammer dat we steeds gefocust zijn op 1975, omdat er veel te putten is uit onze eerdere geschiedenis.